In 2008 hebben we zo'n 18.000 vestigingen van kapperszaken. In 2018 zijn dit al dik 27.000. In 10 jaar tijd zijn er bijna 10.000 salons bijgekomen. En dat is een stijging van maar liefst 51%. In de afgelopen 10 jaar zien we dat het aantal kapperszaken in Nederland met zo'n 10.000 is toegenomen. Maar gek genoeg zien we die toename niet in het aantal mensen dat werkzaam is als kapper. En een mogelijke verklaring daarvoor is dat kappers meer en meer voor zichzelf zijn begonnen. We zien nu dat ongeveer de helft van alle kappers als zelfstandige werkt.